Axel van de Stribiep. Oké, ik hoorde net dat Axel er klaar voor was. Axel de Puit komt weer vertellen over stripverhalen. Dag Axel. Dag Paul. En vandaag gaan we er de draak mee steken met de stripverhalen, want het centrale onderwerp is draken. Ja, we gaan het hebben over draken in het stripverhaal. En de eerste reeks die heet Aeka. En daarin bevinden we ons in China. Dat is het land van de draken. Die zijn overal in de mythologie, in de legendes ingebed. En Aeka, dat is de dochter van een landheer. En het begint bij een theaterstuk, een spektakel, waarin het einde van de draken gevierd wordt. En die nacht is er een indringer in hun paleis die de hele familie van Aeka vermoordt. En dat is het begin van een wraaksaga doordrenkt met die verhalen, die legendes over draken. En de tweede reeks die heet De Orde van de Drakenridders. En dat begint bij de Veil. En de Veil, dat is de omgeving van de draak, waar de draak verschijnt, verdort en sterft alle leven. En de Orde van de Drakenridders, dat is een orde van vrouwelijke krijgers. En alleen zij kunnen die draak verslaan. En het bijzondere aan deze reeks is dat die verhalen niet chronologisch verschijnen, maar ze verspringen in de tijd. En dat zorgt ervoor dat de Orde van de Drakenridders geen gewone door de weekse fantasyreeks is, maar dat je ziet hoe die invloed van de vrouwen in die maatschappij groeit en dan weer afneemt. Het is eigenlijk een goede spiegel van onze westerse maatschappij, die toch eeuwenlang vooral door mannen werd gedomineerd. En de derde reeks die heette Morea. En Morea Dolognac, dat is een jonge vrouw, zij is bediende bij een grote multinational. En zij is ergens een nichtje van het 26e knoopsgat van de grote baas, tot haar hele familie omkomt bij een aanslag. En Morea dat grote imperium in de schoot geworpen wordt. En zij leert dat zij een draak is. Dat is een eeuwenoud wezen die proberen goed te doen voor de mensheid. En zij zijn verwikkeld in een oorlog met de engelen. En die engelen die hebben minder goede plannen. En de laatste reeks die heet Ik Draak. En dat is een reeks van Juan Jiménez. Wie die tekenaar kent, die weet dat hij staat voor opulente tekeningen, voor scenario's die alle kanten uitgaan, met andere woorden strips om duimen en vingers af te likken. En in deze gaat het over Kasteel Rosenthal. Daar wordt de verjaardag van de koning gevierd en daar zijn verschillende gebeurtenissen die zich op dat moment afspelen. Er is een toneelgroep, we vinden ons in de middeleeuwen, en een vrouw daarvan die bevalt bij de aankomst op het kasteel van een zoon. Er is een vreemd groot leger dat zich opmaakt om dat kasteel aan te vallen. En in de vulkaan, dichtbij dat kasteel, ontwaakt de draak Madragon. En het is die draak die het lot van kasteel Rosenthal zal bepalen. Wel, de dames van de Orde van de Drakenridders, die zou ik wel eens graag in het echt willen ontmoeten. Kom maar langs, Paul. Stripverhalen genoeg. Oké, ik kom langs bij jullie in de Stribiep. Axel, bedankt voor de uitleg. Graag gedaan, Paul. Dat was Axel van de Stribiep. De Stribiep, uw meester, vind je aan de Brusselse Steenweg 44.